heerste op aarde zoals de mensen nu, stierf op een kwade dag de oude koning Nobel. De moedige leeuw die de dieren altijd zo goed beschermd had liggen de loze streken van Reinhard de Vos. Wat moet er nu gebeuren? Wie zal... En vertelden aan wie het horen wilde wat Reinhard hun had aangedaan. Waarbij ze wijselijk verzwegen dat het slechts hun eigen gulzigheid was en hun eigen ijdelheid die hen het meester Reinhards val had doen lopen. En toen kwam Boudewijn de ezel en ging breed uit op den troon zitten en balkte luiden, zodat iedereen het horen kon, dat hij nu voortaan de macht had en hij alleen...